zijn bij het theater. Alright, we zijn in het theater Zoetermeer. Ik had deze jurk trouwens gekocht bij Naked. Het is echt al van 4-5 jaar geleden of zo dat ik deze had besteld. Maar hij is echt mooi. Ik heb hem gewoon nog nooit aangehad, joh. Zo, ik ga even lekker een kop koffie drinken. Kijk hoe leuk hier zo de artiestenfoyer. Nou, we gaan zo eerst even voorgesprek houden. Ik zag Rick al en Jaden. En we wachten nog op Sager en Kev. En dan gaan we even het een en ander hier bespreken. Ik heb ook de violist en de pianist gezien. Dus even alles kort sluiten en dan beginnen. Nou, wij gaan even... bijna blooper. Wij gaan even naar de zaal. Ook even benieuwd hoor. Buiken nou, buiken nou. Kijk. Nee, ja. Oh, zo mooi. Hey. Oh. Dat is mooi, hè? Dit is nog zo dat belichting nog, hè? Ja, hè? Wow, dit is echt gaaf. Hey. Kijk eens, een mooie vleugel. Nou, de opnames vandaag zijn in de kleine zaal. En ik sta nu in de grote zaal. En daar zal de livestream volgende week plaatsvinden. Check! Wow. Super tof. Ziet er wel anders uit hier. Gedrest, gedrest. Nice. Dit is dus die grote zaal, hè? Na Sader was... Sader, hè? Sader, ja. Zo, even mijn stem voorbereiden. Maybe it's also nice to begin with... Oh, my love. And then... Yeah. All your perfect imperfections, 'cause all of me loves. So Jaden Prince is also here. And Kev is here. Oh, Kev. Oh, yeah. Kevin wants to get rid of me, don't you think? And Rick is her ook. So, we zijn nu nog even een beetje aan het oefenen. Want dit is de eerste keer dat we dan met de violist en pianist spelen. En we moeten natuurlijk alle geluid afstemmen. Maar het klinkt heel mooi met alles erbij hoor. Met die vleugel en vooral die viool. Fantastisch, heel mooi. Hi. Wow, I love it. Awesome. So nice. Hey, dit is leuk, man. Mooi, hè? Dat is die Hungarian dance, toch? Ja. Dit is wel kick eigenlijk. Vet, hè? Can you do the by Saint, what's his name again? Saint-Saint or something? Wow, you know it! Nou, we gaan even de violist en de pianist interviewen. Het ging trouwens super goed. Ik ga even een gemberteetje nakken. En dan gaan we zo opnemen, man. Samen. Yes. We staan er, eigenlijk. Had je verwacht dat we zo ver gaan komen? Ik ken altijd een twijfels. Puur omdat ik niet wist met welke artiesten ik moest samenwerken. Mm-hmm. Maar gaan we weg, om bezig te maken met het proces. Kunnen we wel eigenlijk is goed. Kun jij aftellen voor hem? Wat we kunnen doen? Even één dan. Oh ja, kijk. Komt het gelijk binnen, praat eens.
Yeah, how was it? I really enjoyed to play with different kind of musicians. I think as a classical musician, we often have the opportunity to do this kind of project. Maarten Hilco, ik denk toen wij hiermee begonnen, was echt grote vraag van gaat dit lukken? Die eerste samenwerking wat we met elkaar hebben, een fusion studio. Nou, uiteindelijk, we zijn ergens downtown met een groepje talenten zijn we begonnen. En die ga ik als eerste even aankondigen. Sabri Koab hier. Rick. Jaden Prince. En Kev. En zo meteen kom ik bij Sadhana, want die had natuurlijk een speciale opdracht. En Sadhana, we staan nu eindelijk zover. Eindelijk. En ik moet je echt complimenten geven. Jij hebt de groep er doorheen gesleept. Je hebt uiteindelijk ervoor gezorgd dat er een vibe ontstond. En je hebt net op het juiste moment heb je die vibe kunnen vinden met de groep. En ik denk, ook met het nummer waarmee we straks ergens gaan beginnen, dat iemand die niet meer onder ons is, dat zijn inspiratie, zijn gevoel ergens tot ons is gekomen. En misschien een verbinding heeft gecreëerd tussen ons allen, waar eigenlijk Fusion Studio nu voor staat. Succes! Dankjewel. Jaden Prince ook Jaden natuurlijk. Prince, ja, okay. Echt superleuk. Hopelijk niet de laatste keer dat we op het podium hebben gestaan. Niet, samen, ja. En de hele crew natuurlijk. Want zonder hun hadden we het helemaal niet gekund, of course. Ja. Zij hebben het ook echt heel goed gedaan. Ja man, ik was hem. En ik heb eindelijk on stage gestaan met Sagar Kohavir. Yeah! Ik heb deze hele koffiecorner, koffie- en tea-corner ter beschikking. Dus ik ga zeker even... Kijk hier, je hebt gewoon filterkoffie, bonenkoffie, pads, cups, alles gewoon. Dus voor mij een heaven, je weet zelf, als echte koffie-addict. Dus ik ga even een lekkere koffie zetten, man. Waar is daar iets? Ja, man. Dus dat. Ik heb full access, zie ik hier vandaag, dus... Je hebt een nieuwe functie. Ja! Yeah. Van sidekick, artiest en barista. Even checken. Wat ga ik nemen? Hey guys, ik ben na de opname even naar mijn ouders toegekomen. Aniel en Ari zijn bij mijn schoonouders. En kijk eens wat ik hier heb.
Ik heb nog helemaal niet gekeken wat er precies allemaal in zit. Maar ik heb dus een hele leuke samenwerking met Avenue 9. Nou, dat is een restaurant en die organiseert Krabu-dagen. En vandaag is een Krabu-dag. En volgens mij altijd op de zaterdag. En wat ik weet, ik heb de eigenaar gisteren gesproken. En wat ik weet is dat ze dus Surinaamse krab verkopen, maar ook Noordzeekrab. En hij vroeg dus aan mij van, hou je van pittig of liever niet? Of toen zei ik, nou, ik kan niet tegen te veel peper, zeg maar. Dus dit is volgens mij mild. Nou, we gaan het zien en proeven natuurlijk. Ik ben wel echt gek op krab. Dus shout-out naar Amit ook van Dukaan.nl trouwens. Want die heeft dus die stuurde me een berichtje gisteren. En die zegt van, hey, Satna, jij bent toch jarig op 29 maart? Ik zeg ja. Hij zegt, nou, dan heb ik echt iets leuks voor je. En ja, ik vind het ook echt een cadeautje. Ik ben er super blij mee. Ik ga echt smullen, jongens. Nou, laten we kijken wat erin zit. Het is een hele zak vol. Nou, ik zie al rijst erbij. Super leuk. Even kijken, wat is dit? Spitskool volgens mij. Spitskool. Extra peper, mocht het niet peper genoeg zijn. wat is dit? Groen. Oh, zuur. Komkommer en uien. En dan de krab. Kijk eens. Nou, ik ga hem tegelijk met jullie openmaken. Kijk maar even mee. Oh, het zit goed verpakt. Oh, het zit echt luchtdicht verpakt ook gewoon. Ik zie een soort van plastic wrap eromheen. Het wordt trouwens koud geserveerd. Maar het is wel gewoon helemaal vers klaargemaakt. Dus het enige wat je hoeft te doen is het opwarmen. Je kan het opwarmen in de magnetron. Maar ook in een pannetje. Nou, kijk even mee. Wow. Hoe lekker ziet dit eruit. Oh, en het ruikt ook super lekker. En ik moet zeggen, ik hou wel van die Surinaamse krab. Alleen lijkt het net alsof er in die Noordzeekrab meer vlees of zo zit. Oh, ik zie ook granalen. Ja, ertussen. En deze is trouwens met kokosmelk. En die andere, dat is echt heel pittig en in masala. Dus hier zit ook volgens mij, ja, hier zit ook masala doorheen. Nou, guys, ik kom binnen. Ik denk, ik ga lekker beginnen met mijn krabu. Maar kijk, ik ben overmorgen jarig. En kijk wat er is bezorgd. Oh, even mijn adres. Kijk wat er is bezorgd. Mama? Ja? Ik ga even openen voordat mijn batterij opgaat. Snel. Ik wou nog twee keer slapen, dus een feestje voor jou. Feestje? Heb je vanavond een feestje voor mij? Ja, die ging al snel komen. Kijk eens, even wachten. Ik ook kijken hoor, dat ballon eruit. Wow, wat mooi! Een bloemen. Dat is geen ballon. Wat mooi. Oh. Papa, zo leuk. Bloemen. Ga maar even checken. En weet je wat voor mij? Oh. Kijk eens. Dat is leuk. Weet je wat grappig is? This superwoman tells all. Become just as amazing as her. Dit is fun. Ah, namens je zus, Rishma, je zwager, Neil. Ah, oh, ik voel me echt al jarig. 33. Maar weet je wat grappig is? Wat vind je grappig? Jij hebt bloemen gekregen en ik heb ook bloemen gekregen. Je had de ballonnen. Laat me zien snel. Breng voor mij. Heb je voor mij al gemaakt cadeau? Ja, kijk. Breng snel. Ah, zo mooi. Oh, dit is mooi zeg. Hey, party. Staat hier. Feestje. Leuk zeg. Wauw. In een envelop ook nog. Oh, hoe moet ik dat doen? Kijk. Oh, zo. Hier. Ja. Oké. Wat word ik verwend, joh. Ja, kijk. Ik voel me echt jarig al. Oh. De bloem zit een beetje geplakt. Zo, die is echt mooi zeg. Ja, dat had ik gedaan. Wauw, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
zo leuk. Ik ga hem straks eventjes netjes zetten. Ik ben even de krab aan het opwarmen. Ik ben de krab aan het opwarmen. Met de garnalen ook. En dan ga ik smullen. Ik heb ook een klein beetje aan mijn ouders gegeven om te proeven. Dus krijg ik van hun ook te horen hoe het was. Ik ben zo benieuwd. Ik heb hier zoveel trek in. Ik heb de krab opgewarmd. En ik ga nu lekker smullen. Ik ga lekker op slapen. Dit moet je proeven, man. Zo lekker gek. Het is zo lekker. Peper overheerst helemaal niet. Je proeft wel de smaak. Echt zo lekker. Vooral die soerwari saus, zeg maar. Met de rijst. Oh. Ik heb hier zo naar uitgekeken. Super lekker. Ja, dat ga ik echt lekker vinden. En zo vleesig die krab, jongen. Zo. Zo. Perfect. Ja, man. Jongens, ik ga smullen. Dit is echt voor herhaling vandaag. Echt. Oh, zo lekker. Guys, ik heb gegeten. Zo lekker. Dankjewel Avenue 9. En in het speciaal Mikkel en Amit Mangrit. En die vond het ook echt lekker. Hij had al wel gegeten bij zijn moeder, dus hij is best wel vol. Maar hij heeft het geproefd. Hij vond het echt lekker. En ik krijg straks te horen wat mijn ouders ervan vonden. Ik heb er echt van genoten, man. Ik zit zo vol nu. Weet je, lang niet iedereen maakt krabo lekker, man. Ik zeg je eerlijk. Ja, dit was zo lekker. En dit is echt een plek waar ik gewoon in de toekomst ook zou bestellen, weet je. Of waar ik gewoon zou bestellen. Dus in de toekomst gaan we dat zeker doen. Avenue 9. Ze zitten in Rotterdam. Ik zit zo vol, maar ik heb zo smakelijk gegeten. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wat leuk. Ik vind het echt... Ik voel me echt jarig gewoon. Nu al, weet je wat. Terwijl ik overmorgen dus pas 33 word. Maar ik ben nu al zo verwend gewoon. En ja, ik ben ook best wel moe. Want we hadden echt een hele dag shooten. Eergisteren ook. Weet je, op hoge hakken. En bepaalde tekens moesten overnieuw doen. En heel de dag zingen. En dus dat is echt vermoeiend, weet je wel. Dus ik ga gewoon lekker even douchen. En... Dus ik ga gewoon lekker even douchen en dan ga ik straks De Verraders kijken met Aniel op televisie. Onze nieuwe serie. Het is zo spannend. Het is, weet je, als je van Wie is de Mol en Expeditie Robinson houdt, dan ga je dit ook super leuk vinden. Dat hadden we ook met Kroongetuigen. Ja, echt hele leuke series. Ik keek dat vroeger nooit, maar Aniel keek het wel. Voordat hij mij kende al. En toen ben ik er ook een beetje ingerold. En het is echt heel spannend.